één bloeddonatie kan 3 levens redden. Vandaag op Wereldbloeddonorendag is er andermaal stilgestaan bij de noodzaak van het geven van bloed. Tientallen bloeddonoren die meer dan 30 keer bloed hebben afgestaan, werden vandaag dan ook gedecoreerd. Het verslag is van Arantxa Swedo. Jaarlijks wordt er op 14 mei stilgestaan bij het geven en krijgen van bloed, Wereldbloeddonorendag. Vandaag zijn we in congreshal waarbij er een aantal bloeddonoren van Suriname gedecoreerd worden door de president. Met het decoreren van de bloeddonoren wordt er gehoor gegeven aan de wet van de ereorde van de Gele Ster en Palmen, zei president Chandrika Prasad Santokhi tijdens de decoratieceremonie. Het thema van dit jaar is Give blood, give plasma, share life, share often. Het doel van dit thema is om de focus te leggen op de patiënten die levenslange transfusieondersteuning nodig hebben en onderstreept de rol die elke persoon kan spelen door het schenken van bloed of plasma. Het staatshoofd zegt dat het doneren van bloed een teken is van onbaatzuchtige diensten die burgers leveren voor land en volk. Het werk van de bloeddonoren valt niet te onderschatten, zegt president Santokhi, die de bloedbank opriep om het goede werk voort te zetten. En dat bloedgeven een nobele daad is, getuigt onder meer het feit dat geen onderscheid wordt gemaakt aan wie uw bloed wordt gegeven en van wie het bloed afkomstig is. Een medemens moet gered worden door bloedtransfusie. En daar gaat het om. En dan zonder aanzien des persoons, ongeacht afkomst, ongeacht etniciteit, ongeacht achtergrond, ongeacht religie, ongeacht maatschappelijke stand, ongeacht de rang en of politieke kleur die men heeft. Dat is die echte beroemde jari die we nodig hebben. Niet alleen bij het geven van bloed, maar in ons dagelijks omgaan met elkaar. Bloeddonoren Napin Bisai, Sarah Jean Omoud, Himraj Dasasin en Anoop Kumar Dasasin stellen collectief dat het doneren van bloed een gevoel van voldoening geeft. Het verandert niet alleen het leven van de patiënt, maar ook van de bloeddonor, omdat je moet werken aan je eigen gezondheid voor het leveren van kwalitatief goed bloed. Het is ook een bijdrage die je levert aan het helpen van je medemens, zeggen de bloeddonoren. We onderschatten het, maar bloed is een heel belangrijk product voor de samenleving dat nodig is. Want als we kijken naar de operaties die dagelijks plaatsvinden en de aderingen, noem maar op, overal. En zelf operaties worden uitgesteld omdat er geen bloed is. Dus ik vind het een heel belangrijk dat ik als donor mijn bijdrage kan leveren om het volk te helpen. Je hele levensstijl verandert. Je gaat gezonder leven. En het feit dat ik elke keer weer nieuwe bloed aanmaak is voor mij heel belangrijk. Oké, dat is inderdaad iets een mooie vraag. Om de mens, om goed mens te zijn, moet je dat ook kunnen doen. Hè? Dus bloed doneren is een van de goede daden, wat meneer Anoop zei. En dat proberen we te doen, om gezond te denken, gezond te leven. Dan kan je wel bloed doneren, maar ook tegelijk zegen van God is er zeker altijd. Kom en help de samenleving om bloed af te staan. U heeft het gehoord van enkele bloeddonoren en de president. Het beste dat we hieruit kunnen meenemen is dat het belangrijk is om erover na te denken om ook donor te worden. Uiteindelijk is het ook gewoon een deel van helpen. En ook de president heeft opmerkelijk gezegd, je weet maar nooit van waar je bloed vandaan komt. Dus het is heel belangrijk om de vrede te behouden.